We staan hier vandaag bij de vernieuwde wijkaccommodatie Schelvestraat in de wijk Heuvel. Deze wordt geopend door de wethouders Paul de Beer en Patrick van Lunteren. De accommodatie bestaat uit een nieuw gebouw, een kunstgrasveldje en een activiteitenplein met een watertappunt. De opening van het buurthuis, de wijkaccommodatie. Wat verschilt er ten opzichte van het oude gebouw en het oudere terrein? Nou, het oude gebouw, je zegt dat, was gewoon heel erg oud. Het gebouw was op, versleten, veel onkosten werden eraan, kwamen eraan. En we zijn gewoon heel blij dat we een heel mooi nieuw gebouw hebben gekregen, wat altijd schoon is. En dat was wel plek, maar niet zo mooi als dit natuurlijk. Die jongens moesten het allemaal maar een beetje op het gras doen en tussen de bomen. En nu hebben ze gewoon een hele mooie eigen plein, een mooie eigen grasveld en een keileuk honk weer. Dus ja, volgens mij is iedereen hier tevreden mee. Ik wil niemand meer en iedereen speelt hier. Dat is een leuke, grote en bij die andere en ook maar alleen. Stenen en hier is het zand, hier kun je slijding, die kan er bijna geen pijn hier. Er lag hier echt wel een voetbalveldje, maar het was een beetje een grasveldje, een beetje simpel neer kon houden. En ja, we merken hier gewoon in de wijk dat het heel erg leeft en die kinderen die willen graag voetballen, die willen graag bewegen. En ja, met dit mooie veldje kunnen ze samen lekker voetballen hier in deze wijk. Die combinatie is mooi. Jong en oud, dan is het ook een plek waar jong en oud zeg maar, elkaar kunnen ontmoeten. Zowel jong en oud kunnen lekker een balletje gaan trappen op dat veld. Je kunt hier ook lekker even een kopje koffie pakken, met elkaar bijpraten. Dus dan heb je gewoon beide functies. En dan is het niet alleen maar koffie drinken met elkaar, maar heb je ook een mooie sportfaciliteit erbij.